Het Enschedese-klachtencommissariaat bekritiseert en baanbrekend. Dat is de kop boven een artikel van mijn collega Ernst Bergboer onlangs. Een van meerdere artikelen die hij over de lokale ombudsman schreef de afgelopen tijd. Oud-fractievoorzitter van de SP in Enschede, Annelies Futselaar, die is 16 jaar gemeenteraadslid geweest en stuurde gisteren een open brief, een brandbrief, naar diezelfde Enschedese gemeenteraad over dat klachtencommissariaat. We gaan er met elkaar over praten. Wat is er aan de hand? Wat moet er gebeuren? Bij mij aan tafel beide hoofdrolspelers in deze introtekst. Welkom. Dank je. Met jouw goedvinden wil ik even bij Ernst beginnen. Om even over dat klachtencommissariaat te praten. In die zin, wat is het eigenlijk? Want dat moet misschien even kort duidelijk maken. Ja, heel kort. Het is het bureau, het Enschedees bureau, waar alle klachten uit de stad binnenkomen. Althans, dat was de opzet, dat is de bedoeling. En het idee daarvan ontstond in de aanloop van naar 2015. Toen kwamen er een aantal ingewikkelde wetten naar gemeentes. Die werden eerst door de provincie uitgevoerd en nu naar de gemeentes. Onder andere de bijstandswet, de WMO, dus hulp en huishouding, dat soort dingen. En de wet op de jeugdzorg. Nou, dus dat gaat over kwetsbare inwonersgroepen. Die gemeentes waren helemaal niet voorbereid op die wetten. Die hadden het geld niet, er was een grote bezuinigingsslag. De mensen niet, de infrastructuur niet. Dus die zagen van, nou, dit wordt lastig, we gaan hier fouten maken. Laten we daar nou voor zorgen dat als het misgaat, dat we het zo snel mogelijk weten. En dat we er zo snel mogelijk van leren. En de oplossing was een klachtenbureau. Dus één klachtenbureau waar al die klachten binnenkwamen. En dan konden die afgehandeld worden, maar ook geanalyseerd worden. Kon onderzoek worden gedaan en een advies richting de organisatie. Dat is het idee van het Enschedese klachtencommissariaat. Ja, om dus snel te leren van fouten. Ja. En nou ja, als gemeente te groeien omdat je nieuwe taken krijgt, ja. Zo moet ik het zien. Ja, en voor kwetsbare inwoners ook. Hè. Precies. Het waren echt groepen die afhankelijk zijn van die uitkeringen natuurlijk. En wat is er dan aan de hand vanaf die tijd, waardoor dat dus al eigenlijk vanaf het begin niet helemaal lekker loopt? Nou, kijk, als je het heel kort zou willen schetsen, eigenlijk was het een stap met visie. Om zo'n klachtencommissariaat, want je stelt je heel kwetsbaar op. Je zegt, kom maar op met die klachten. Wij hebben iets verkeerd gedaan, maar we willen daarvan leren. Nou, dat is soms helemaal niet zo makkelijk. Als je dan echt geconfronteerd wordt met fouten die gemaakt worden, dan moet je dat nog steeds van, kom maar op met die klachten. En daar ging het eigenlijk wel mis. Al bij het eerste onderzoeksdossier werd dat een grote politieke en ambtelijke rel. De gemeente werd op de vingers getikt. Nou ja, dat zie je ook wel eens als rechters dat doen of de ombudsman. Dat vinden organisaties en mensen in die organisatie over het algemeen niet zo leuk. Dus de visie was er wel. Het was wel lef. Maar in de praktijk bleek dat toch heel erg weerbarstig te zijn. En, ze stelden een leraar aan, maar als de leraar zei, ja, het moet anders, dan was het ineens van, hoezo dan? We hebben niks verkeerd gedaan. Dat was wel een leraar zijn die alleen voldoende gaf. Ja, ja, precies. Annelies, je schreef gisteren een open brief naar de gemeenteraad, ook naar aanleiding van stukken die Ernst Bergboer heeft geschreven. Ja. Dat was niet uit de lucht, of als je dat zo zegt. Want daar stonden woorden in als, ik voel me voorgelogen, ik voel me bedrogen, ik voel mijn mond doodgemaakt. Vertel eens, in welk opzicht, wat heb je meegemaakt in die tijd met die klachtencommissaris? Wat maakt dat je deze brief nu stuurt? Nou, ja, er is heel veel gebeurd, ja, natuurlijk. Ja. Maar de aanleiding nu is het rapport veelaanvragers. Mensen die een bijstandsuitkering aanvroegen, die moesten dat een aantal keren doen. Dus werden veel aanvragers genoemd. Daar is toen een onderzoek naar gedaan. We hebben als raad, ik was toen nog raadslid, heel erg moeten aandringen om dat rapport dan ook te zien te krijgen als het af was. En dat duurde al heel lang. En ineens werd het rapport ingetrokken. En de reden wisten wij niet. Toen is er op een gegeven moment een geheime bijeenkomst georganiseerd. En met de burgemeester en de klachtencommissaris en de woordvoerders klachtencommissariaat. Ik verwacht, daar zou ons uitgelegd worden waarom het rapport werd ingetrokken. En toen merkte ik dat het ook over de onderzoeker ging. En dus vroeg ik meteen van, maar is de onderzoeker erbij of praten wij over de onderzoeker? En de onderzoeker was er niet bij. Dus er was geen sprake van hoor en wederhoor. Dus toen ben ik weggegaan. Later heb ik in de geheime kast bij de Griffie dat verslag gelezen. Maar ja, dan lees je het verslag en dan kun je er niks mee. Wow. Maar dan, ja, dan is er 1Twente dat onderzoek gaat doen. En dan Want in zo'n verslag staat dan wat er in die geheime bijeenkomst is gezegd... waar jij was weggelopen. Ja, ook over die onderzoeker die er niet bij was. Ja. En jij wilde graag, van als het over de onderzoeken gaat... waarvan werd gezegd, het onderzoek is niet goed... dus we kunnen er niks mee. Ja. Als dat wordt gezegd, dan wil ik diegene daar zelf ook over horen. Ja, maar dat mocht niet. Of... Nee, die was er niet. Maar want uiteindelijk heeft Ernst stukken geschreven... waarin je ook eigenlijk navraag hebt gedaan van... klopt het eigenlijk wel dat het onderzoek niet goed was... Wat ik me over afvraag is, want daar heb je vervolgens op gereageerd... maar is er dan voor zo'n gemeenteraadslid niet een optie om... nou ja, gewoon te zeggen van, nou, ik wil weten, ik bel de onderzoeker zelf wel? Nee, want dat mochten wij niet. En dat is ook iets wat ons verteld is, want het lag onder de rechter. Nou ja, dan weet je van, als iets onder de rechter ligt... dan moet je dat even met rust laten. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn, want dat was veel later. En dan zeg je ook in je brief... eigenlijk die geheimhouding, die werd gebruikt als een middel om jullie dat soort telefoontjes... om wederhoor te plegen bij de onderzoeker niet te laten doen. Ja, precies. Later, Ernst, ga jij op onderzoek uit om te kijken... die aantijgingen naar die onderzoeker en een slecht onderzoek... naar veel aanvragers waardoor die niet gebruikt kan worden. Klopt dat eigenlijk wel? Wat vond je uit? Ja, het beste kan je dan even het artikel lezen. Maar de aantijgingen die in die geheime bijeenkomst zijn gedaan... over dat onderzoek en over die onderzoeker en de onderzoeksmethode... Maar methode wil ik het nog niet zozeer over hebben. Maar die aantijgingen die rammelen op een aantal punten. Dus er is niet helemaal een eerlijk verhaal verteld tegen raadsleden... over de reden waarom dat onderzoek is ingetrokken. Ja. Nou, dat. Ja. En dat noem ik liegen. Dat snap ik. Hoe kan zoiets? Want kijk, uiteindelijk, je vertelt zo'n klachtencommissariaat ingeroepen om te leren. Nou ja, dat is pijnlijk soms. Maar dit gaat wel heel ver, hè? Want uiteindelijk is de onderzoeker waar dit over gaat... die heeft nu een rechtszaak met de gemeente... omdat ze, dat moet ik even goed zeggen... omdat ze min of meer uit haar functie is. Ja, die is ziek geworden. Er is een intern conflict ontstaan. Een arbeidsconflict. Dat sluimerde al een tijd. Maar dat is wel tot een kookpunt gekomen... rondom dat onderzoek, veel aanvragers en dat rapport... en alles wat daar speelde. Ja. Die is ziek thuis gekomen, overspannen, ziek. En die is in de periode van ziekte uit haar functie ontheven... en de gemeente wil haar nu ontslaan. En daar loopt de rechtszaak over. Dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar iemand tijdens de ziekteperiode ontslaan als werkgever. Dus dan moet de rechter zeggen, dat vinden wij, dat mag. Ja. Nou, daar gaat die rechtszaak nu over. Ja. Ja. Annelies, als je voor jezelf beredeneert, hoe is dit gebeurd? Wat is hier gebeurd wat niet goed is? Nou, eigenlijk waar het al mis is gegaan is in 2017. Toen heeft de meerderheid van de raad besloten... dat het klachtencommissariaat onder het college viel. Daarvoor viel het onder de gemeenteraad. Dus hadden wij ook, konden wij veel beter onze controlerende taak uitvoeren. Als zo'n commissariaat onder het college valt... ja, dan sta je eigenlijk min of meer als raad al buitenspel. Ja. Kortog gezegd, de leraar wordt nu betaald door de leerling. En als de leerling het niet leuk vindt, kan hij zeggen... Ja, nou ja, kijk, het college controleert dan zichzelf, zeg maar. Ja. En dat is een lastige, vind ik. Het is ook heel goed dat een raad ook haar controlerende taak uit kan voeren. Bijvoorbeeld dat rapport veel aanvragers. Kijk, dat is er niet voor niks geweest... is het werkelijk zo dat mensen, ik weet niet hoe vaak... moeten proberen om een bijstandsuitkering aan te vragen? Dat wil je als raad ook weten. En daar is dat onderzoek toen naar gedaan. Nou ja, dat is dan ingetrokken om reden die we genoemd hebben. Ja, en verder kun je er als raad dus niks mee. Ja. En nou ja, er is goed onderzoek gedaan nu. Daar ben ik heel erg blij om. Maar ik merk ook dat er vanuit de raad... in ieder geval in het openbaar heel weinig gebeurt. Wat er achter de schermen gebeurt, weet ik natuurlijk niet meer. Maar in het openbaar niet. Maar de bewoners lezen wel de artikelen van 1Twente. Die moeten dan toch ook denken van... ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En er gebeurt meer wat niet zo prettig is om te horen. Dus als je nou wil dat bewoners vertrouwen houden in de overheid... ja, dan moet je open kaart spelen. En dat gebeurt nu niet. En ik vind... de portefeuillehouder, de burgemeester, van nou, kom nou eens naar buiten, vertel eens wat is gebeurd, zodat wij, dat ook de bewoners weten wat er is gebeurd. Worden er fouten gemaakt? Oké. Fouten maakt iedereen, die kun je herstellen. Geef iedereen de kans om die fouten te herstellen. Ja. Wat zou er dan wat jou betreft, met jouw 16 jaar aan ervaring... zeg je van klachtencommissariaat weer terug onder de gemeenteraad... zodat die de regie houdt? Dat zou mooi zijn, maar zo langzamerhand denk ik van... nou, na alles wat er gebeurd is, ja, moet je dan weer op dezelfde voet verder gaan... maar dan onder de raad. Ja. Misschien toch een externe ombudsman of wat ook... maar dat is niet om mij om daarover te beslissen. Dat kan de raad heel goed zelf bedenken. Laten onderzoeken wat handig is. Van, wat is nou een goede manier om echt goed om te gaan met klachten? Ervan te leren, heel goed. Maar als jij als bewoner een klacht indient... dan verwacht je ook dat die klacht goed behandeld wordt. En ik heb altijd gezegd, mooi dat we ervan kunnen leren. Ja. Ik vind dat je daar geen klachtencommissariaat voor nodig hebt. Maar ook... goed de vragen, de klachten van bewoners behandelen. Ernst, want we hebben het over openbaarheid van bestuur. Heb jij het klachtencommissariaat of de burgemeester... die in deze dan de baas is van... gevraagd naar een reactie op wat er speelt? Ja, ik heb bij de eerste publicatie... dat ging over, die geheime bijeenkomst en dat verslag... heb ik een lijstje vragen gestuurd naar de klachtencommissaris... met de vraag van, joh, ik ga publiceren hierover. Dit zijn mijn vragen, je mag ook op een andere manier reageren. Daarvan is toen gezegd, ja, dit is een geheim verslag... daar kunnen we ons dus niet over uitspreken, dus ik ga niet reageren. En ik heb gisteren heb ik opnieuw een mail gestuurd met van... er zijn nu weer 2 publicaties geweest. Ik verwacht dat de storm voorlopig niet gaat liggen. Dus er zullen nog meer publicaties... volgen. Ik vind het wel fair om jullie de gelegenheid te geven om je verhaal te vertellen. En dat heb ik naar de klachtencommissaris gestuurd en naar de woordvoerder van de gemeente. Tot op heden nog niks op gehoord, maar dat kan natuurlijk nog komen. Het is natuurlijk belangrijk dat zij ook het podium krijgen om te vertellen. Zeker, maar het is tegelijkertijd ook weer verweven met een rechtszaak die nog steeds loopt. Nou ja, dat zijn 2 onderscheiden zaken. Hè. Die rechtszaak is een exponent van iets dat vaker gebeurt. Ja, en het gaat nu vooral over... het functioneren en de positie en de plek... en de legitimiteit van die klachtencommissaris. Ja. Dat heeft op zich met die rechtszaak nog niet eens direct te maken. Dan tot slot nog even daarover gesproken. Annelies zei net ook al van een oplossing terugbrengen onder de gemeenteraad. Misschien is dat niet handig. In ieder geval onderzoeken of er ook andere oplossingen zijn. Durf je daar ook iets over te zeggen vanuit jouw positie? Ik vind dat best wel lastig. Ik denk inderdaad dat die positie onder het college... wat je ziet, zijn eigenlijk 2 belangrijke dingen. Het ene is die positie onder het college maakt dat die in de afgelopen jaren... die verwevenheid van de ambtelijke organisatie met dat klachtenbureau... steeds groter is geworden. Je ziet dat die ambtelijke organisatie heel veel invloed heeft op wat daar gebeurt. Dat zie ik ook in WO-verzoeken, artikelen over geschreven. Anderzijds, intern in het klachtencommissariaat liep het ook niet lekker. 2019 heeft de directie van de gemeente ingegrepen, een externe coach erbij. Dat rommelde ook al een tijd. Dus er zijn 2 dingen die niet hebben... Nou, dat moet gerepareerd worden, sowieso belangrijk. Dus die positie van het klachtencommissariaat is heel belangrijk. Wat ik nou lastig vind, is dat als je het extern organiseert... dat zou ook kunnen, hè... Ik denk waar wij allemaal naar verlangen, dat is ook waarom ik dit soort artikelen schrijf hoor... is een oprechte, open, transparante overheid. Die eerlijk antwoord geeft op vragen... die het eerlijke gesprek met pers, met de samenleving aangaat. Ja. Dat blijkt gewoon heel erg moeilijk. Dat klachtencommissariaat vond ik daarin en vind ik nog steeds een heel mooi instrument. Want dan hoor je uit de stad wat er gebeurt en daar moet je wat mee. Dan moet je met de billen bloot. Een beetje aangeven, dat dit loopt niet lekker, gaan we anders doen. Nou, ik zou heel erg graag willen dat ook echt gaat gebeuren. Want daar hebben we behoefte aan als samenleving. Want onze democratie gaat een beetje kapot aan wantrouwen in de overheid. En dat wordt voor een deel zelf georganiseerd. Daar kan je wat aan doen. De gemeenteraad is uiteindelijk de baas in de stad. Annelies, je schrijft... Ja, maar niet over het klachtencommissariaat. Nou, maar misschien kunnen ze wel het systeem veranderen. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Maar daar heb je wel een meerderheid voor nodig. Wat verwacht je? Wat jouw brief gaat doen? Weet je er al iets van? Nee, het is... heel stil, kan ik wel zeggen. Het kan stilte voor de storm. Dat vind ik heel lastig, want ik denk niet dat het in het stadhuis zo stil is... om het maar even zo te zeggen. Maar ja, die transparantie, ja, dat is zo belangrijk... wat Ernst ook net noemt. Maar ook de controlerende taak van de gemeenteraad. Kijk, als je wij kregen overzichten, dat zal nu misschien nog zo zijn, maar dat weet ik niet zeker. Overzichten van de klachten. Waarover? Nou, dan kun je ook als controlerend gemeenteraadslid, zeg maar, denken van verdorie, er zijn wel heel veel klachten op dit terrein. Daar kun je vragen over stellen en dan kun je met z'n allen bedenken van nou, hoe kunnen we dit nou verbeteren? En als we daar plannen voor hebben van werken die? Ja, dat lukt nu gewoon niet. Nee. En dat vind ik echt heel erg jammer. En ook een gemiste kans. Ik heb toen daar ook tegen gestemd dat het klachtencommissariaat onder het college zou vallen. Ja, en terecht blijkt nu. Ja. Nou, helaas. Gezien de omstandigheden lijkt dat in ieder geval dat er nog wat verbetering kan geschieden. Annelies, dankjewel voor dat je hier even dat verhaal wilde vertellen. Je ondertekent je brief met een bezorgde burger, want gemeenteraadslid ben je niet meer, maar vanuit die positie en met de ervaring die je hebt. Dank voor die notie. Een bezorgde burger, ja, daar moet je dus wel heel erg serieus mee omgaan, hè, vind ik. Absoluut. Nou ja, uiteindelijk is de burger degene waar het om gaat, de inwoner. Precies. Ernst, ook bedankt voor het aanschuiven en voor het uitleggen. Graag gedaan.